Hij is echt leuk, ja, hij is echt leuk. Ja, je fietst echt heel erg lekker. En ja, heel veel bekijks natuurlijk ook. Ja, het was waanzinnig fietsen. We hebben trouwens bij Utrechtse Heuvelrug heb je heel veel heuveltjes ook. Nou, dat kan deze fiets makkelijk aan. Je moet alleen wel op tijd terugschakelen en in de hoogste ondersteuning gaan. Nou ja, met twee vingers in je neus, dan rij je gewoon dat heuveltje op. Ik vind de accu ook heel erg mooi weggewerkt. Je ziet hem ook niet. Ik vind sowieso de afwerking van die fiets vind ik heel erg mooi. Maar je kan wel zien dat ik gefietst heb, hè? Het display is erg goed, vind ik. Het is heel gebruiksvriendelijk. Ja, ik zou zeggen, koop hem, deze fiets. Dus zo tevreden ben ik met deze fiets. Ja, het zadel wat Gazelle standaard bij deze fiets levert is een comfortabel zadel. Een lekker gel zadel, dus ook als je wat langer onderweg bent, zit goed. Wat deze fiets ook zo comfortabel maakt is dat hij goed geveerd is. Zowel bij de voorvork als ook in het zadel. En dat merk je echt onderweg. Wat ook prettig is aan deze e-bike is dat hij een stille motor heeft. Ook als je opstapt en wegrijdt en hij geeft zeg maar wat extra power om weg te kunnen rijden, dan nog is hij ja, bijna geruisloos eigenlijk. De bediening van de motor is ook prettig op het stuur. Hier met de knopjes, ook een mooi groot display in het midden. Het is ook afneembaar, dus als je hem ergens parkeert, dan kan je het ook eraf halen. Dat is ook fijn. Ik heb wel af en toe een beetje ruzie gehad met het slot op deze fiets. De sleutel gaat er, ja, op een bepaalde manier schuin in en ook om hem echt op slot te doen, ja, ik weet niet, het is een beetje een gepriegel eigenlijk. Dat is lastig. Een nadeel van deze fiets vond ik dat als je de motor aanzet, dat hij niet onthouden heeft in welke stand hij zeg maar stond. Dus elke keer als ik hem aanzet, staat de motor weer helemaal uit. Dan moet ik hem zelf handmatig weer terugzetten op de stand waarin ik graag wil fietsen. Als ik deze fiets in een paar woorden zou moeten samenvatten, dan is het comfortabel, stabiel, een goede wegligging en ja, wat ik net ook zei, multi-inzetbaar, dus een echte allrounder denk ik. Hij nodigt inderdaad uit om lekker op te gaan fietsen.